Welkom bij Dierbewust. Vandaag testen we en geef ik mijn ervaringen over het Hakiana multicolor tuig. En zal ik je wat meer laten zien hierover. Wat wat mij betreft de nadelen zijn, is dat er geen handvat op het tuig zit, waardoor je je hond in sommige gevallen niet altijd goed kunt begeleiden. Een gadget zoals bijvoorbeeld het K9 tuig, waar ik ook een review over heb geschreven, die heeft aan de zijkant waar je bijvoorbeeld een leuke gadget, dus dat je zijn naam op de zijkant kan zetten, is niet heel belangrijk, maar ja, wat mij betreft is dat net even een extra. Voor de rest, het tuig schuift wat op de rug, waardoor het soms wat afzakt. De voordelen zijn dat het snel droogt na het zwemmen en dat het ook veel bewegingsvrijheid geeft tijdens het zwemmen. Hij is niet zo kolossaal, het tuig. Daarnaast, punt 2 is, je hebt twee clips bij het losmaken waardoor je geen poot hoeft op te tillen van de hond. En ja, dat is wel echt een voordeel, vind ik, omdat je dan ja, de hond eigenlijk veel makkelijker het tuig om en aan kan doen. Het tuig is goed verstelbaar aan beide kanten. Zie de clips. De clips, kliksluitingen zijn niet heel goed groot, waardoor de hond op zijn zij kan liggen en er voor de rest helemaal geen last van heeft. Nou, voor de rest, het tuig is qua prijs, kwaliteitsverhouding is prima. Het is een beetje afhankelijk van de maat, maar uiteindelijk kom je uit tussen de 32 en de 37 euro. En vind ik het ten opzichte van de tuigen zoals het K9 en het andere tuig waar je de reviews over kunt lezen, vind ik het een hele goede prijs-kwaliteitsverhouding. En zou ik het ook zeker aanbevelen om hier mee te gaan trainen. Het is een zeer prettige tuig voor de hond zelf. Bedankt voor het kijken. Mocht jij nog meer tips of informatie willen hebben over een tuig of over andere zaken, laat het dan even achter een reactie op mijn blog, zodat ik daarmee aan de slag kan. En dan zien we elkaar volgende keer weer.